Na twee succesvolle voorstellingen in Theater aan de Parade mogen de dansers en danseressen van balletstudio Geraldine uit Rosmalen woensdag voor de koning en koningin optreden. De dans komt uit de voorstelling Bos danst. Het verhaal is losjes geïnspireerd op het boek De andere werkelijkheid van Jeroen Bos, geschreven door Paul van Loon. Deze kinderen die waren oorspronkelijk doodshoofdaapjes. Hebben wij omgetoverd in koningsaapjes. Past natuurlijk helemaal bij het thema. De accenten hebben oranje gemaakt, waardoor het echt bij het koningshuis hoort. We hopen dat de koning en de koningin heel erg genieten van deze prachtige dans. En denkt u dat de kinderen klaar zijn voor woensdag? Ja, zeker. We zijn er helemaal klaar voor. We leven er eigenlijk al heel lang naartoe. En het is natuurlijk een kort dag om te oefenen, maar omdat het een dans is uit een bestaande voorstelling, hebben we hem enigszins aangepast. Want de ruimte buiten is natuurlijk veel kleiner dan in het theater aan de Parade. Maar ik moet zeggen, het zijn echt professionals deze kids. Ze gaan gewoon door en ze maken er een fantastisch optreden van. Zijn jullie klaar voor woensdag? Ja. En wat vinden jullie ervan dat jullie voor de koning en de koningin mogen optreden? Heel fantastisch. Heel spannend. Ik vind het wel leuk. En waarom vind je het zo leuk? Omdat je het niet zo vaak meemaakt. En waar gaat de dans dan over? Allemaal aapjes en zo. Dit is een kroontje, een roos, een tutu, een staart en een band. En de juffrouw zegt de hele tijd dat je moet lachen, hè? Waarom dan? Omdat als je boos kijkt, dan vinden de koning en de koningin dat niet zo leuk. Hoe hoopt u nou dat het koningspaar reageert op jullie dans? Ja, ik hoop dat ze er wel eventjes van moeten glimlachen en even blijven staan en genieten van al het moois. Want ik ben ontzettend trots op de kinderen en het is een prachtige dans. En ik vind het al een eer om op te mogen treden. En alle kinderen die zijn enorm trots dat zij dit mogen doen. Dus namens de hele balletschool doen zij dit voor iedereen. En het is natuurlijk een fantastische mogelijkheid. Woensdag om 5:00 wandelen koning Willem-Alexander en koningin Maxima over het Fonteinpleintje. Daar zullen de bossenbollen en koningsaapjes hun dans laten zien aan het koningspaar. Deze kinderen hebben er in ieder geval zin in.